Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. In dit filmpje leg ik je uit hoe je een nieuwe agenda maakt op de agenda-app van je iPhone. Ik laat je ook zien hoe je een activiteit, een agendapunt, op die nieuwe agenda zet. Blijf kijken. We moeten eerst iets nakijken op de instellingen van je iPhone. Dus hier is instellingen, selecteer dat. Je gaat naar je Apple ID, je gaat hier naar iCloud en je zorgt dat agendas aanstaat, op groen staat. Hoe maak je een nieuwe agenda op de agenda app van je iPhone? Je opent de agenda app en hier onderaan zie je agendas. Selecteer dat. Hier zie je al je agendas en linksonder staat nieuwe agenda. Klik daarop. Geef de nieuwe agenda een naam. Ik ga het YouTube noemen. YouTube. De account moet op iCloud staan. Dus je selecteert iCloud als dat niet zo is. En hier selecteer je iCloud. Dit is waarom we de instellingen hebben aangepast. Dus je selecteert dit. Je klikt op vorige. En je geeft de agenda een kleurtje. Ik ga het bruin geven. En je klikt op gereed. En hier zie je de agenda YouTube. En je klikt op gereed. Zo, de nieuwe agenda is aangemaakt. Hoe maak je een nieuwe activiteit op die nieuwe agenda YouTube? Wel, je klikt op dit plusje en je geeft de activiteit een naam. YouTube filmpje Halloween. Ik ga dus een filmpje maken over Halloween en ik wil daar een activiteit over maken. Wat is de locatie? Je kan hier ingeven wat je wil, maar je kan ook een echt adres ingeven. Hier staat Sint Lambrechts Herkstraat. We gaan dit selecteren. Het staat er mooi in. Duurt dit een hele dag? Nee. Wat is het begin? Dat is morgen om 19:30. We gaan eens nakijken. Zaterdag start 19:30 op Facebook. Oké, dat is juist. En het einde geven we ook aan. Wel, ik denk dat ik daar tot 10:30 zal zijn. En je selecteert einde. Wordt dit herhaald? Ik hoop dat Halloween herhaald wordt, maar ik weet natuurlijk niet of dit, het gaat waarschijnlijk niet dezelfde datum zijn. Dus ik zeg nooit. Reistijd, hoe lang duurt dat? Dat kan je ingeven. En hier staat agenda. Wil ik dit op de agenda familieplanning? Nee. Ik selecteer familieplanning, of eigenlijk dit groter dan teken. En hier staat mijn nieuwe agendanaam YouTube. Ik selecteer dat. En deze activiteit staat op de agenda van YouTube. Genodigde, we kunnen mensen uitnodigen. Je kan een melding geven. Je kan dus je iPhone laten zeggen wanneer je de melding wilt hebben. We gaan eens kijken. Oh, een half minuut ervoor. Je kan zelfs een tweede melding. En ik kies bij toon als altijd op bezig. Je kan zelfs een webadres ingeven en enkele notities. Als dit is allemaal ingegeven, dan klik je op voeg toe. Hier zie je dat er iets bijgekomen is. Dus als we hier op klikken, als we dit selecteren, dan zie je dat hier staat zaterdag 27 oktober YouTube filmpje Halloween waar Sint Lambrechts Herkstraat. Ik kan dat nog eens selecteren en er komt zelfs een Google Maps plaatje bij. Je kan daar ook op klikken
En je kan je iPhone je naar die plaats navigeren. Nu, ik woon hier, het is niet ver, ik weet waar dat is. Maar het kan natuurlijk veel verder zijn en je weet niet juist hoe je daar naartoe moet. Dan kan je dit als GPS gebruiken. We gaan terug naar agenda. Je kan nog altijd hierop klikken door te wijzigen. Moest de tijd niet juist zijn, dan klik je op wijzig en je krijgt weer al je instellingen. Ik ga dat niet doen. Ik klik op annuleer. Ik klik hier naar 27 oktober. Ik klik nogmaals op oktober. En ik ben terug in mijn agenda. Dit is hoe je een activiteit toevoegt aan een agenda. Een specifieke agenda. Hoe verwijder je een activiteit op een kalender? We klikken op 27 oktober bijvoorbeeld. Hier staat mijn activiteit. Ik selecteer dat. En hieronder staat verwijder activiteit. We klikken nogmaals op verwijder activiteit. En die activiteit is verdwenen. We klikken op oktober. En je ziet op 27 oktober heb ik geen activiteit meer. Hoe verwijder je een agenda op de agenda app van je iPhone? Je selecteert agenda's. Hier zie je de agenda YouTube. Je klikt op dit i'tje. Je scrolt helemaal naar onder. En hier zie je verwijder agenda. Daar klik je op. Je klikt nogmaals op verwijder agenda. En je ziet YouTube is weg. Je klikt op gereed en je bent terug in je agenda. En zo verwijder je een agenda in de agenda app van je iPhone. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Help me zo snel mogelijk de 1000 abonnees te bereiken. Of meer natuurlijk. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!